Hi hi tweeling, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 42. En dat is van maandag 18 oktober tot en met zondag 24 oktober. Want de kaarten schudt om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof deze week een week is waarin je best wel wat in actie bent. En eigenlijk ineens voor jezelf tot een bepaald gevoel komt dat het eigenlijk niet helemaal uitgepakt heeft zoals je dat zelf hebt gewild. Dus ik heb het idee dat je ook eigenlijk meteen een bepaalde actie gaat doen, zodat het mag gaan veranderen. Je lijkt daar meteen echt ergens een streep onder te zetten, een verandering in te zetten, maar je weet eigenlijk nog niet helemaal wat dat nu precies met je doet of wat dat voor precies je gevoel het geeft. Je denkt in eerste instantie dat het een bepaalde verandering is of een bepaalde actie is die je heel veel verder gaat brengen. En dat kan ook zeker heel goed, maar je gevoel lijkt daar nog niet in mee te gaan. En ik heb het idee dat dat wel even een stukje is van, kijk even bij jezelf, kijk even in je lijf wat je nu eigenlijk wil gaan bereiken. En kijk alsof je meer naar dat einddoel kan gaan. En soms kan het zelfs zo zijn dat als je een verandering doorvoert, je nog niet meteen helemaal mee kan gaan. En ik noem altijd het voorbeeld bijvoorbeeld maar van, stel je voor mensen die echt veel afgevallen zijn, die zien vaak nog een heel ander beeld, terwijl ze bijvoorbeeld echt al een paar maten kleiner hebben. Of dat ze toch de verschillende maten gaan pakken, terwijl ze eigenlijk een kleinere maat moeten hebben. Daar lijkt je deze week een beetje mee te stoeien, dat er dus wel bepaalde gevoelens zijn die je niet helemaal kan plaatsen, terwijl je wel al verandering doorgevoerd hebt. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.